Ik weet wel, de eerste dag van de oorlog kwamen ze mij vragen of ik als luchtbeschermer langs de verschillende straten in het Ginneke wilde lopen met een gasmasker op en om mensen te helpen. Dus dat was 10 mei, 11 mei, 12 mei. En toen op 11 mei, dat weet ik nog goed, was 's avonds, en die Duitsers die bombardeerden toen al. En dat was in de Dillenburgstraat. Er was zo'n school en er was zo'n muurtje omheen. Ik weet het nog goed. En toen ging de luchtalarm en ik ging dus achter dat muurtje liggen. En toen hoorde ik ineens een gehuil, een gehuil. En toen was het alarm afgelopen, want dan krijg je dan twee keer twee stoten. En toen kwam ik daar boven dan, boven dat muurtje. En toen kwam er een man naar me toe en zei: "Och, mijn vrouwtje is... Is dood." Dus ging ik kijken, er was een muur daar, vlakbij die school. En er was een groot raam. En die vrouw die was dat raam aan het beplakken met van die pleisters. Omdat het niet uit elkaar zou vallen, weet je niet. En toen was die bom gekomen en ze was dood, viel uit het raam. En die is toen, die hebben wij toen op bed gelegd, hè. Dood en wel. En toen 12 mei ging de vlucht. En toen is die man, die is met zijn kinderen, is op de vlucht geslagen. En die kwam 6 weken later, kwam hij terug, toen lag die vrouw nog op bed. Daar bij het Oranjeplein, daar was een doorgang toen destijds. En dan liepen wij zo naar de Rijsbergse weg toe. En dan zijn we met al die mensen aan de ene kant van de Rijsbergse weg gaan lopen richting de Belgische grens. En aan de andere kant kwamen die Franse troepen binnen. Met zijspan, weet je niet, en sigaretgrond, zo weet je wel. En die, ja, dat was een geval apart. En overal zag je dus door het bombardement mensen die getroffen waren liggen en zo, of gewond. Ja, dat was er ook. En toen zijn wij dus, bij de, om kort te zijn, bij die paters in Zunder terechtgekomen. En daar hebben we dus 2 of 3 nachten geweest. En toen kwam er een zekere Simons, die kenden wij. En dan ging ik weg en woonde ook in een huis van ons. En toen zei hij, ach, het is toch zo erg in Breda. Het is totaal kapot gebombardeerd. Hij zegt, en de grote toren, die is omgevallen en die ligt door de Ginnekenstraat. En topje, daar ligt het Verkoopplein, op de Verkoopplein, ja. Zo, zo dingen. En toen, hoe reageerden jullie? Wat? Mijn vader zegt, hier ook wat, joh. Ja, dan moeten we. En toen kwamen we te voet op die Rijsbergse weg terecht. En we zagen de toren weer. Dus toen was het over.